De dag ik hier een contract tekent, was ik heel trots. Trots dat ik kans kreeg. En trots ook dat hier ik kan ontwikkelen. In 2013 vlucht ik met mijn gezin voor de oorlog in Syrië. Ik vind het echt moeilijk, uitdagend, want Nederland is een nieuw land, nieuw leven en nieuw taal. Ik heb stap voor stap gedaan. De eerste stap was integreren. Ging ik naar Noorddorp met mijn vrouw en 3 kinderen wonen. En de tweede stap was een opleiding aan taalontwikkeling. So, ik volg een taalcursus en ik volg ook een opleiding van financial management and control. De derde stap was werk zoeken. Ik deed in Syrië internationale projecten. En daarom solliciteerde ik naar Kaiser Interiors. Ik voelde dat ik een respectering kreeg en zij wilden mijn kwaliteit gebruiken. Ik vind de ontwikkeling heel belangrijk voor ons leven. Ik vind het leuk bij Kaiser Interiors. Zij proberen mij te helpen met mijn taalontwikkeling. Daarnaast mijn werken kan ik gaan verder met mijn studie. En dat is wat ik vind het heel geweldig. Ik zeg tegen mijn kinderen, kijk hoe papa doet. Papa leren, papa reizen, papa werken. Ik probeer altijd om ga verder met mijn werk en mijn studie. En mijn opleiding, ontwikkeling, jullie moeten doen dezelfde. En mijn kinderen, zij doen het goed met studie. Zij praten goede Nederland en zij doet heel goed op school. Ja, mijn kinderen vinden het heel leuk met muziek spelen. Zoals ik mijn gezin meenemen met mijn ontwikkeling, zo neemt Kaiser Interiors mij mee in hun ontwikkeling. En ik wil graag iets bijdragen aan hoe Kaiser Interiors zich ontwikkelt.